Pastoor Jos Verbraken is door het bisdom in Den Bosch benoemd tot pastoor in de parochie Sint-Jan den Doper in Waalwijk. Ik heb ook nog een mededeling. In het evangelie horen we vandaag: kindertjes, nog maar kort zal ik bij jullie zijn. En dat is waar, want anderhalve maand geleden heeft onze bisschop, monsieur Gerard de Korte, mij gevraagd om een andere benoeming in ons bisdom te aanvaarden. Ik heb altijd op het standpunt gestaan dat ik een serieuze vraag van de bisschop niet zomaar terzijde mag en kan leggen. En ik heb dus gemeend hierop ja te moeten zeggen, omdat dit ook past in mijn spiritualiteit van dienstbaarheid aan het bisdom en aan gehoorzaamheid aan de bisschop. Er is een dringend tekort aan priesters en een eerlijke verdeling van priesters over het bisdom is soms noodzakelijk. Ik zal dus per 1 juli aanstaande onze parochie van de zalige Eustachius van Lieshout hier in Laarbeek gaan verlaten. Met ingang van die datum zal ik benoemd worden tot pastoor van de heilige Johannes de Doper parochie in Waalwijk. En tevens tot deken van het dekenaat Waalwijk, Heusden en Zaltbommel.